Oui, Mireille. Bij mij de merk, ik werk al meer dan 15 jaar met een setje met twee verschillende apparaatjes. Het eentje is om te schellen en het andere is om te raspen. Het staat erop geschreven, Julien, en het andere heet dunschiller, metaalschiller. Metaal, inox, mag alle twee in tafelsmachine, dat is goede kwaliteit, dat roest niet, dat is top. Maar vroeger werden dunschillers gemaakt in de lengterichting en met platte mesjes. Wat speciaal is aan mijn schiller, die heeft tandmessen. En die tandmessen, dat kun je niet meer vergelijken met je oude rommel. Want je kunt er veel meer mee doen. Ten eerste moet je weten dat je apparaat werkt naar twee verschillende richtingen. Een oude dunschiller, die werkt alleen maar achteruit. Dan deze werkt ook naar voren. Maar omdat de mensen vroeger met oude dunschillers werkten, met die oude apparaatjes, dan moest je uit de baan schellen en dan zitten hele vingers in de weg. Nou, met deze apparaat kun je beter alles neerleggen, dat is veel gemakkelijker. Nu werkt hij naar twee richtingen toe, ja, dan kan je veel gemakkelijker, veel sneller schillen, maar ik geef er nooit kracht op. Niet op duwen op de apparaat, werkt naar twee richtingen. Zet je aan de rechtse, zet je aan de linkse, dan pak je hem in de baan eruit en je doet gewoon hetzelfde. Als je de wortel, komkommer, courgette en de aardappelen wilt schillen, leg ze neer, dat is gemakkelijker als vasthouden. Als je dat gewoon neerlegt, dan schel je naar twee richtingen toe. En zo kun je gewoon gemakkelijk schellen. Dat is niet alleen super fijn, super dun, super gemakkelijk, maar ook heel snel en met weinig afval. De topje zit op het dwars. En nu moet je weten, omdat dat mes getand is en niet meer zacht, dan heb je er meer mogelijkheden mee ook. Ten eerste kun je er alles en alles mee schellen wat hard is. Het hardste van de keuken, dat is een knolselder. Ja, dat zit heel lastig. Je legt dat gewoon neer. Gewoon eerst die stukjes snijden, want die bal daar rolt naar alle kanten. En dan kun je die gewoon fijn schillen. En zo gemakkelijk kun je dat doen. Als je die ei hebt geschild en je wilt schefjes snijden, dan kun je daarmee gewoon op dezelfde plaat snijden. En dan maak je daar schefjes mee al een minuut. Schefjes voor de wok, de kabelplaat, de salade, barbecue, van groenten en fruit, maar ook bijvoorbeeld van komkommer. En die komkommers, daar kun je ook plezant mee presenteren. Dat is ook natuurlijk lekker in een gin tonic. Als je die aan mee pakt, je apparaat, ja, dan moet je aan, ooit bezien, alles wat hard is voor te schellen, bijvoorbeeld gember, dat gaat ook, ja, want gember dat zit heel lastig om te schellen met een mes, maar dat dan van die korte stukken worden, dat is ambetant voor vasthouden, dat kunnen ook zo niet schellen, dat is te lastig. Een heel simpel, kijk eens hier het trucje, pak gewoon een vorkje, een verketje, je steekt dat erin en zo kun je dat gemakkelijk schellen. Maar bij gember wordt gescheld op een paar seconden tijd, met een ander stukje draaien mis om. Nu, hard schellen, maar ook zacht schellen. Zacht. Een paprika, een kiwi, een tomaat, dat is allemaal lastig. Vroeger moesten de mensen een paprika in hun oven steken, ja, en dan werd die altijd zo zwart en plat. Als je dat niet geren hebt, gewoon recht schellen. Je moet die zien, dat is fijn, dat is dun, geeft geen kracht, en die velletjes gaan er zo eruit. Een kiwi, ja, je legt hem neer, gewoon schellen, à la minute, en er is geen één apparaat, geen één mes. Je hebt niet een andere dunschiller die net dat zo gemakkelijk kan, gelijk als ik met een dunschiller met de tandmessen. Nou, dan kun je nog een trucje leren, want je moet weten, appeltjes en tomaatjes, die kunnen er ook heel gemakkelijk mee schellen, maar die zijn rond. En dat is lastig. Want als je die zo gaat schillen, dat gaat, dan heb je maar kleine stukjes. De gemakkelijkste manier om tomaten of appels te schellen, dat is ermee te draaien. Draaien. Met de tomaat draaien, niet zelf draaien, niet op de voorstand. Gewoon erop zitten en draaien. En zo kun je een tomaatje pellen op een paar seconden tijd. Vroeger moesten we thuis tomaten pellen met warm water. Een potpakje warm water maken. Dan moesten ze erin steken, 4 minuten timen, pellen en afvassen. Daartegen heb ik na al gedaan mee eten. En een velletje van die tomaat, dat gooi je erin weg. Je draait er nog een beetje op rond mijn vinger. Dan maak je nog die schoen roosjes gelijk als in de Chinees. Ik kan het je eerlijk zeggen, ze zijn nog niet getrouwd. Ze zijn direct van de straat en je dat op het taloor hebt staan. Nu, als je die apparaat nu meepakt, die werkt naar twee richtingen. En wat er ook fantastisch is om mee te doen, dat is bijvoorbeeld witte of fruitkolen snijden. Dan snijd je die deur mee een mes. Je pakt hem zo los mogelijk in de wand. En we moeten geen groente schaven, geen keuken of wat te pakken. Je pakt gewoon op een dun schiller en we werken naar twee richtingen toe. En zo kun je dat gemakkelijk snel en rap doen. En weet je wat wel plezant is? Dat is gewoon, dat is fijn, een vinaigretje. Kijk eens hier, alle minuut erbij en je zit weer al vertrokken. Top, lekker en goed. Nu, als je die meepakt in apparaat, dat vorkje, ik heb het er juist al laten zien,
Daar hebben we dan, ja, die gelijk die gember, een radisje, maar ook lood, en dan jouw en een salotte kunnen er met fijn snijden. Weer al die vork gebruiken. Dan laat ik wel dat kroontje eraan, dan laat ik al die ringen bij je. Je steekt dat erin, je pakt op een dunschilder en je snijdt dat zo. Op zo'n gemakkelijke manier, helemaal op tot laatste toe. Zonder groente schaven, zonder keukenrobotten, kijk eens hier, gewoon maar met een dunschilder. En er is geen apparaat dat dat zo fijn zo rap kan snijden. Dunschilder met tandmissen. Beste apparaat van de keuken. En dan heb ik nog 2 kleine minuten nodig van mijn tijd. Want na op het ogenblik, wat er heel populair is ook, dat is die fettuccine maken van courgetten. Nu leg ik die een dunschilder neer. En dan pak ik het 2e apparaat. En dat staat erop gesneden, geschreven wil ik zeggen. Dat noemt de julienne snijer. Dat zijn grove messen. De dunschilder zijn fijne messen. En wat er heel populair is tegenwoordig, dat ze een courgette maken voor fettuccine te maken. En dat gaat vanzelf, dat is direct gedaan. Dat is heel lekker dat je dat zelf maakt, maar dat je dat gesneden gaat kopen, dat is altijd veel te duur en dikwijls uitgedroogd. Nou verkopen ze ook andere apparaten op in de winkels en zo, maar ze zijn er ook een beetje mee uit. Want ze verkopen hier de julienne snijer. Dan kom je thuis met een courgette, hier moet hem erin, daar moet hem eruit, krijg hem er niet in, krijg hem er ook niet uit. Dan staat het er. Nu, als je die apparaat naar mee pakt, de julienne van courgetten, de wortelen snijden, schoon, vers, niet meer in een pakje genomen, lekker gesneden. En nu gaan we weer aan dat vorkje gebruiken. Als je dan een jongen of een salotje wilt hebben, dan stik je er van onder een vork in. Je pakt een julienne en zo, met je kijkjes hier, met je julienne, kun je dat schoon, fijn, helemaal opsnijden tot het laatste toe. En dan heb je schoon van gesneden. En dan heb je, kijk eens hier, gelijk als mee bijvoorbeeld, gelijk als mee gerookte zalm, hè, of gelijk als in een sausje te doen, gelijk als ook voor te gebruiken, bij alle gerechtjes, alle minuut mee op een Amerikaan prepareren. Dat is een julienne. Dat is een dunschiller. Ik heb het laten zien. Zacht schillen, hard schillen, gemakkelijk schillen, vorkje gebruiken, hè, alles erop en eraan, koelen snijden. Maar, ik heb nog een extra. Als je naar die zijkanten gebruikt, van die 2 apparaten, daar kun je ook nog schoon mee presenteren. Dan pak je daar een komkommer of een courgette. Dan moet je goed kijken waar ik snij. Als je die apparaat gebruikt, dan pak je de zijkant. Is die rond, dan snijden we niet aan de bovenkant, maar wel in de zijkant. En dan maken we de inkervingen rondom rond. Deze presentatie is vooral heel schoon voor te gebruiken met een kabelplaats salade barbecue met een buffet. En het enige aan de hand met tong, dat is om die top trekken van links naar rechts. Dan komt hij eruit zonder moeite. Je snijdt eraf en dan heb je een schoon kroontje gemaakt. Ja? Als je die naar mee pakt, die top, kijk eens hier, als je dat hebt gemaakt, dan kun je er nog in sterke snijden. En als je naar de andere kant pakt, het deel met de puntjes, dan krijg je van boven geen rondjes, maar dan krijg je de puntjes. Zal ik nog eens herhalen? Niet van boven snijden, maar in de zijkant. Gewoon recht tegenaan snijden, rondom rond. Als je dan schoon hebt presenteren van wat kan we plannen, salade en barbecue. Als er eens iemand komt eten, à la minuut, dan kijk je zeer, dan maken we een kroontje. Zoek altijd wel schoon, voordat de familie erbij is. Lekker vooral. Topje pakken, links en rechts aantrekken, komt eruit, topje afsnijden en dan zijn we weer al klaar. Dat roosje kun je erin doen, dat is ook weer al schoon. En het laatste voor te laten zien, ja, dat is nog een presentatie. Als je dan nog eens hier een keer die dunschiller pakt, en je snijdt er bijvoorbeeld nog eens mee op dezelfde plaats, ja, dat geldt over en weer, en dan maak je schijfjes. Die schijfjes, die kun je gebruiken voor matjes te vlechten, kun je presenteren, maar je kunt die van binnen opvullen ook. Dan pak je bijvoorbeeld wat witte kolen, je pakt bijvoorbeeld wat wortelen erbij, dat is vooral schoon van kleur, doe er nog wat courgettes voor het groen. En dan draai je die komkommer nog op tot van boven toe. En dan gaan we nog op congé, dan gaan we nog op prijs op een bord. We gaan op congé. Snijden ga je niet een keer af, dan gaan we naar de Chinees. Snijden hem 2 keer af, dan maken we sushi en dan gaan we naar de Japanees. En dan heb je ook weer alles gewoon een presentatie gemaakt. Best een dunschiller, gemakkelijkste julienne, hoeken voor te presenteren. Je steekt het in de afwasmachine, je legt het in het schuifje en je zit klaar. Merci, alles erop en eraan. Je kunt binnenkort bestellen ook.